Goedemiddag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van woensdag 6 juni. Vandaag is het in het hele land zonnig. Er zijn wel wat stapelwolken ontstaan, maar daaruit zal geen neerslag gaan vallen. Het is ook zomers warm, met temperaturen op dit moment op de Wadden en aan zee rond de 18 graden, tot in het binnenland 28 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Met 21 tot 24 graden is het heerlijk weer om nog lang buiten te zitten. Er staat aan een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht is het helder en de minima liggen dan rond 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, met temperaturen die oplopen naar 26 tot lokaal maar liefst 30 graden in het binnenland. Aan het strand kan het wel wat frisser zijn, omdat daar een wind vanaf zee kan opsteken. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken, die vooral in het zuiden kunnen uitgroeien tot een enkele stevige onweersbui. Hierbij is ook kans op hagel, windstoten en zeer veel regen in korte tijd, wat lokaal voor overlast kan zorgen. Dan nou zullen deze buien zeer lokaal zijn, dus op veel plekken blijft het ook gewoon droog. Vrijdag is er meer bewolking aanwezig. De temperaturen liggen dan tussen 23 en 26 graden. En in de loop van de dag ontstaan vooral landinwaarts opnieuw enkele buien, mogelijk ook weer met onweer. Zaterdag en zondag verandert er weinig. De temperaturen blijven ongeveer hetzelfde en er is een toenemende kans op buien, mogelijk weer met onweer. Als we naar de vooruitzichten kijken voor na het weekend, dan zien we dat die temperaturen geleidelijk omlaag gaan naar waarden van rond de 20 graden. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.